Hey, hallo allemaal, welkom bij Tropic Speech Patch. Beach Patch zeg ik iedere keer met Speech Patch. Beach Patch. Jezus. Zucht. Nee, in ieder geval. In één keer door met het level. Als je hoe sneller deze opname klaar is, hoe meer tijd ik heb voor Peggle en voor misschien zelfs nog een laatste opname. Ligt er maar net aan. Mooi, level complete. Door. Direct. Jezus, dit level gaat er best wel snel doorheen. Ja, behalve die bal natuurlijk dat doet. Vergroot bal. Ja, doe maar. Ook misschien wat aan als hij net de juiste kant op rolt. Oké, hij best. Door naar het volgende level. Het is wel een iets langer veld. Oh, kom op. En de rest duurt inderdaad echt voor eeuwig om te breken op de juiste manier. Kijk eens aan. Tenminste, een paar van de achterste rij weggehaald. We zijn goed bezig. Ik krijg liefst nu 3 ballen gehad, maar een giant kan ook wel. Dus de giant had in één keer 2 blokken die boven elkaar staan weg. 2 naast elkaar, zoals als je net goed geraakt. Oh, dat is niets beters dan het vuur. Maar goed gebruik. Level complete. Door. Dit is inderdaad. Dit is echt gewoon een veel langer veld. Het laatste veld zou fucking kort moeten zijn. Nou, de bal kan er dus niet op omhoog. Ik vond een keer de verrekening mee halen. Ik kan alleen maar die zijding, maar die houten ringen gaat hij natuurlijk gewoon doorheen. Natuurlijk gigantische paal, my best. Ik wil die banaan aan de rechterkant hebben. Ik heb ze nog steeds niet. Nee, zo kijk ik ze natuurlijk niet als die bal ze net mist.
Geweldig. Die balk altijd, die reageert op alles. Ik zeg trouwens iedere keer bal, maar het is eigenlijk gewoon fucking kokosnoot. Mooi zo. Gewoon door. Nou, gaat dat best wel redelijk snel. Zal ik ook een beetje snel level. Ja, ik moet alleen goed uitkijken welke ik raak. Ik zie blijkbaar die dichtstbij zijn, die kan je niet raken met het vuur. Wat ik ook best wel bullshit vind, maar oké. Okay. Zo hebben ze het in elkaar gezet. Maar wel, die kun je wel gewoon raken. My best. Kun je dat gewoon blijkbaar niet doen als anderen nog in de buurt waren. Aangezien die heel makkelijk zouden interfereren dus ermee. De devil is ook zo klaar, zo'n klontje direct. Nou ja, niet helemaal, maar best wel redelijk. Vooral die gigantmodus heb. Het helpt alleen niet echt altijd. Niet altijd pakt hij de twee tegelijk. Zeg maar net hoe hij het raakt. Fucking. Niet zoals net. Het is weer maar één gepakt. Zodat hij die wel allebei doet. Multiball met die extreem grote. Oké, okay. Voor op die locatie. Door op twee naar laatste level. Alsjeblieft laat die krabben weg. Die weet ik wat voor beesten het zijn. Het zijn voor mij een soort krabbetjes, gewoon in een schelp. Die mogen ze echt weglaten van mij. Die krengen zijn zo fucking vervelend. En het feit dat alles in deze minigame twee blokken lang is op het water na. Water is er maar één. En voor God's sake. Schijt. Beesten er zijn. Hij had lopen zitten in de verre. Kijk eens aan. Dat is makkelijk. Eén laatste level van deze aflevering, dus hey. Ik ben ook alweer een uur bezig. Fucking hell. Maar ik kijk nog niet eens door. Ik
misschien nog anderhalf uur de tijd voor opnames. Dus twee pakafleveringen gaan het Tita's waarschijnlijk wel lukken. En die twee pakken staan wel weer net in het schema. Bijvoorbeeld dingen als ETS 2. Is het ETS 2? Oh ja, het is ETS 2 inderdaad. Zero Truck Simulator 2. Maar zodat die eindelijk eens een keertje... Dus die serie gaat ook binnenkort terugkomen. Natuurlijk voor die laatste 19 afleveringen. En dan krijg je zo meteen in december... Wauw. Krijg je die speciale serie nog tevoren. Zou het ook leuk worden? Laatste level alweer van deze aflevering trouwens. Holy shit. En af en toe... Ah, dat is zo kut nu ze drie rijen hebben gebruikt. Als je drie rijen hier bij deze hebt, vooral als het zo erbij zet, dan is het zo fucking kut. Ik ben ook iemand die vooral klikt op het die bal daarna komt. Ik ga sowieso even kijken welk andere spel ik dan uiteindelijk nog wil gaan doen. Ik weet dat ik een hele lijst heb van... even denk ik, weet het spel ook weer. Er is een hele spellenreeks uitgekomen van een spel dat ik ook sowieso nog ga opnemen. Luxor heet dat trouwens. Zag het ook sowieso nog een keertje komen. Dat is... waar nu Peggle staat. Daar komt later komen al die andere series er nog. En daar zit onder andere Luxor gewoon tussen. Ja, of van deze moet seizoen... Nee, Tropics 2, als die klaar is, dan gaat die andere spellenreeks erachteraan komen. Of die andere spellenreeks, die... Die heb ik...